mijn god, kijk hoe groot deze tas is. En zwaar. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een mega grote TK Maxx Shop With Me en shoplog voor jullie. Ik ben dus gaan shoppen bij de TK Maxx in Apeldoorn en deze tijd van het jaar, na de TK Maxx gaan, is echt een cadeautje. Ik vind dat zo leuk. Kerstshoppen bij de TK Maxx. Nu zag ik al vet veel ook op TikTok voorbij komen en pareltjes waarvan ik dacht, die moet ik scoren. En tipje van de sluier, het is me gewoon gelukt. Ben je benieuwd wat ik uiteindelijk bij de TK Maxx allemaal heb gehaald en wat er op dit moment dus bij mijn TK Maxx in Apeldoorn lag? Qua kerstdecoratie en andere dingen. Blijf dan zeker naar deze video kijken. Ik zou het leuk vinden als je een duimpje omhoog wil doen en je wil abonneren op mijn YouTube kanaal. Dat is geheel gratis en daar maak je me ontzettend blij mee. En dan gaan we snel naar de TK Maxx in Apeldoorn toe. Als allereerst kom je altijd bij de beautyproducten en hier kijk ik dus altijd, want zoals je hier ziet, DJ, halleluja, dit is dus altijd seizoensgebonden. Make-up producten, doucheproducten, zeepjes zoals dit, het lijkt op een boek, voor 6 euro, maar er zit gewoon zeep in. Nou, dit is toch geweldig, gewoon voor cadeautjes, voor kerst, voor de feestdagen, of als iemand gewoon jarig is. En deze zeepomp, zou ik hem mee hebben genomen of niet? Geweldig. Dus ja, ik kijk hier altijd nog even tussen. En zo zie je dus ook altijd heel erg veel bekende merken. Maar deze zeeblokken, seizoensgebonden, ja, om te gillen. Je hebt er zoveel van. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. En toen zag ik heel veel van W7. Deze Show Off palet. Nou, er zit van alles in. Nagellak, mascara. Maar echt heel veel van W7. Ook allemaal met een kerstige verpakking. Hier deze mascara set. Ik vond deze ook schattig. Kijk die huisjes op, dat, ja, op die verpakking. Echt zo leuk. Maar dit was een blush set. En ik zag deze avocado sponsjes. Heel veel ook van de Body Shop. Ik was wel benieuwd wat hier dan in zat. Kon ik niet vinden. Maar het zag er leuk uit. Leuk voor onder de kerstboom ook. En ik zag dit. Oh mijn god, dit is een kruik. Zo'n lange kruik. Dat is toch geweldig. Heel veel badbruisballen ook. En deze gift set. Ja, er zit ook van alles in. Ik ken het zelf niet, maar het ziet er gewoon leuk uit. Dit weer van Dr. Popo. Die zag... Wow, Popo. Popo. Dat zag ik laatst ook al. En heel veel van Elf. Dus... Het ziet er allemaal schattig uit. Leuk voor de feestdagen wederom. Dus zeker de moeite waard om even bij TK Maxx te kijken. Want je hebt hier gewoon zulke leuke gift sets. Tijd voor de make-up producten. Nou, ik zag echt vet veel oogschaduwpaletjes weer. Ook heel veel die lijken op de Huda Beauty oogschaduwpalet, net zoals deze. Vooral met die ogen ook zo aan de bovenkant. Ik vond hem echt heel erg mooi. Nou, en deze was dan 7 euro. Maar zoals ik al net al zei, heel veel van Elf. En deze twee highlighters, prachtig. Ik vond ze beide zo mooi.
Ik heb ze uiteindelijk niet meegenomen, want ik heb al zoveel make-up en highlighters. Maar deze waren dus 5 euro en de adviesprijs was 11 euro. Ik zag ook iets van de Zara, een box. Geen idee wat hierin zat. Ik heb nog nooit echt iets van de Zara qua box of zo gezien, dus ik zou het niet weten. Nou, en deze oogschaduwpalet is ook weer in zo'n leuke kerstige verpakking. En deze notenkraken verpakking, ja, dit is toch schattig. Tijd voor home decor. Ja, hier kom ik gewoon voor bij TK Maxx. Ik zag nog wat, nou ja, verdwaalde of verlaten Halloween dingen. Hier moesten ze denk ik gewoon van af. Want eigenlijk was alles afgeprijsd. Nu ben ik ook gek van Halloween en herfst. Maar hier zag ik niet echt een pareltje of zo tussen liggen. Dus nou ja, wel veel in de korting. Dus dat is wel een tip. Mocht jij iets zien voor volgend jaar, neem het mee. Deze kussen vond ik op zich wel geinig, maar niet meegenomen. Maar neem het dus mee, want dan heb je gewoon voor een goed prijsje wat van Halloween. Ja, en deze oorbellen vond ik echt zo mooi voor kerst. Ze hadden sowieso weer heel veel sieraden. En oh, deze ook met die vlinder, die hadden ze ook in het goud, zoals je hier ziet. Deze ketting voor 20 euro. Ja, echt een statement ketting. Maar zoals jullie weten ben ik gek op vlinders, dus ik vond het echt heel vet. Hier zag ik weer wat verdwaalde of verlaten Halloween dingetjes. Ook alles in de sale. Deze pompoen bijvoorbeeld voor 8 euro in het oranje. En nog wat kaarsen met doodshoofdjes erop. Ja, dit kussentje, volgens mij is dit gewoon voor een speeltje voor een hond. Maar oh mijn god, we gaan naar boven. En ja hoor, kerst. Het eerste wat je zag was kerst. En dat is dit jaar nieuw, want normaal is het altijd helemaal aan het einde van de bovenverdieping. Maar nu al gelijk in het begin. En zoals je ziet, heel veel. Deze sneeuwvlokkussen, ja, geweldig. Als het gouden details had, had ik hem meegenomen. En deze langwerpig vond ik ook heel leuk. 25 euro en die heeft ook van die belletjes aan de zijkant. Maar ik heb hem niet meegenomen. Maar ze hadden echt vet veel kerstkussens. Kijk deze ook, die klassieke kerstman. Ik hou ervan. Echt geweldig. Dan ook heel veel kerstornamenten en ballen. En ik vond deze allemaal zo... Deze vond ik zo mooi. Echt prachtig. Deze klok ook. Ik heb het uiteindelijk niet meegenomen. Maar ja, echt super mooi. En er waren er ook nog dus meerdere van. Deze hier heb ik spijt van. Deze heb ik laten staan. Deze gingerbread house. Kan ook aan. Ja, geweldig. Ik heb hem dus uiteindelijk laten liggen. 5 minuten later had ik spijt. Wilde ik hem ophalen. Was die weg. Dus je moet het altijd als je iets vindt meenemen. Maar goed, ik heb het nog op beeld. Deze vond ik ook heel leuk, deze kerstboom. En deze was 20 euro. En heel veel knuffels. Kijk, deze gingerbread knuffel. Ik hoopte stiekem nog een gingerbread kussen te vinden, maar op dit moment vond ik het nog niet. Maar ze hadden ook heel veel soorten snow globes, zoals je hier ziet. En dit vind ik toch ook wel echt super schattig. Ik vond deze echt prachtig. Wit, met hout, ja, dat is helemaal mijn ding. Dus die vond ik heel erg mooi. Deze vond ik ook heel schattig. Voor 7 euro dit vaasje met dit plantje erin. Maar die traditionele snow globes vind ik ook zo leuk. Met die rood en groene kleuren. In ieder geval was er zat. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around. Keeping people please.
This is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Kijk deze mokken. Dit zijn mokken. En die snowglobe is zeg maar de deksel, dus die kun je eraf halen. Hetzelfde geldt voor deze sneeuwman, sneeuwpop, mok. Zo schattig, wel echt onwijs fout, maar ik vind het echt heel grappig. Deze vond ik ook leuk, met allemaal thee erin. Nou, en ze hadden gewoon zoveel servies. Ik vond deze ook nog wel geinig voor met het kerstdiner of zo, voor 6 euro. Ze hadden er dus ook nog meer van deze wijnglazen. Deze vond ik ook heel cute, met rendiertjes en sneeuwvlokjes. Nou, en onwijs veel inpakpapier en kerstlinten en gift tags, kerstkaarten zoals je hier ziet. Ja, ik heb alles al ingepakt en ik heb dat zeg maar allemaal al in huis gehad. Dus ik kon hier helaas niks van meenemen. Maar mocht je dat dus nog niet in huis hebben, dan nou, is dat echt een aanrader om hier te zoeken en te kijken. Hoe leuk deze ook van Polar Express, de trein. Oh mijn god, ja, ik ga hier heel goed op. Ik vond deze ook heel leuk. Daar kun je bijvoorbeeld wijn in doen of iets anders. Zo'n langwerpig cadeautasje. Nou, dan heb je er 3. En nog veel meer cadeautasjes. Deze gingerbread vond ik geweldig, helaas kapot. Maar die was anders echt top geweest. Ik vind deze ook heel schattig met die kerstboompjes voor 1,50 euro. Heel neutraal, maar toch kerstig. En ook grotere kerstbeelden hadden ze. Deze rendierkussen. Deze huisjes, ook vet schattig. Waar een lampje in zit, dus die kun je ook aandoen. Ik zocht de prijs, kon het niet vinden zoals je kan zien. Deze kussen vond ik ook heel leuk, een candy cane. Maar helaas nog niet de kussen gevonden die ik zoek. Namelijk een gingerbread kussen. Oh, en deze peper- en zoutstelletjes. Ja, deze heb ik meegenomen uiteraard. De gingerbread. Het was de laatste. Maar dit vind ik zo schattig. En uiteraard even bij de mokken gekeken. Ik vond deze nog heel erg leuk. Voor de rest vond ik ze vrij hysterisch. Deze uiteraard meegenomen. Dit is helemaal Floor. Dus deze vond ik heel erg leuk. Deze was 6 euro. Maar voor de rest vond ik de mokken dus nog wel een beetje tegenvallen. Want er was niet heel veel keus. Zoals dit, ja, dat is niet helemaal mijn ding. Notenkraker, superleuk, maar wel heel heftig. Maar nee, dit was het gewoon allemaal net niet. Ik zag deze roze gingerbread kleed. En deze is dus echt, nou, deze gaat viral op TikTok. Ik dacht echt, ja, moet ik hem nou meenemen omdat hij zo viral gaat? Soms word je zo beïnvloed. Maar toen dacht ik, nee, het is niet helemaal mijn ding. Maar het was wel heel schattig. Dus ik vond het wel grappig dat ik hem had gevonden. En ze hadden nog zoveel andere kleedjes. En ze waren allemaal zo zacht. Toen zag ik heel veel zeepompen. Ik zag deze Mickey Mouse. Die hond ernaast, deze kerstman, zo schattig, dat huisje ook op de achtergrond. Sneeuwpoppen, kerstbomen, ja, heel leuk. Ook zag ik heel veel handdoeken, ik vond deze nog wel heel mooi. Neutraal, maar toch kerstig. Ze waren ook echt onwijs zacht. Nou, er waren zoveel soorten handdoekjes. Deze vond ik ook leuk met die notenkraker. Deze heel subtiel groen met kerstbomen. En deze met rendiertjes, ook heel schattig. Bij Sophie zag ik letterlijk alleen dit. Rode rendiertjes. Niet helemaal mijn stijl, dus die heb ik laten liggen. En voor de rest was er niks kerstig hier te vinden. Zoals je ziet, dit is niet kerstig. Maar alsnog heel erg leuk. En toen zag ik nog wat mokken. Maar dit waren geen seizoensmokken. Gewoon random mokken. Ik vond deze nog wel heel mooi. Hier waren er ook heel erg veel van.
En die zag ik hier onderin ook nog een keer. Dus er waren best wel veel van dezelfde soort. Maar dit zijn niet echt helemaal mijn smaak mokken. Dus die heb ik laten hangen. Ik zag deze Fora-pot echt heel hysterisch, maar wel heel grappig. Marmeren onderzetters. Heel zwaar waren die, met een gouden kerstster erop. En ik zag deze. Ik weet eigenlijk niet echt wat voor print dat is, maar het viel me op. Dit vond ik ook leuk. Kijk dan, 4 van die espresso kopjes in zo'n rekje. En ik zag een Harry Potter mok. Ik vond deze alleen echt niet zo leuk. Maar ik wil dat nog heel graag zoeken en aan mijn vriend geven, want ik verzamel allemaal mokken. En hij is fan van Harry Potter, dus hoe leuk als ik dan een mok vind van Harry Potter. Maar ik vond deze dus niet zo leuk, dus die heb ik laten staan. Toen zag ik deze, een wijnkoeler of champagnekoeler. En die vond ik nogal grappig, want het is echt met van die horns eraan. Ik zag een Stranger Things mok met een sok. Superleuk ook om als cadeautje te geven. En deze viel me ook op van glas, deze bidon met paddenstoelen. Superleuk voor herfst. En ik zag nog heel veel tafelkleedjes en onderzetters. Eigenlijk alles voor een mooi kerstdiner en om leuk te tafelen. Deze vond ik nog mooi subtiel, maar er waren echt nog zoveel. Dus ik ging hier even tussen kijken, maar uiteindelijk niet per se een padeltje gevonden. Was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on, from this Christmas on, from Marshmallow puff. Heb ik nog nooit gezien, maar ze doen dit op brood. Lijkt me best wel lekker. Heel veel feestelijke, kerstige geurstokjes. Ik vond deze ook heel leuk. Met gingerbread. Ze hadden ook een candy cane variant. Was super zoet. Nou, deze zag er natuurlijk ook vet schattig uit. En ik ging uiteraard nog even kijken bij de kaarsen. Ik zag deze kerstkaars. En die moest ik natuurlijk ook even ruiken. Nou, die viel me eigenlijk zwaar tegen. Dus dat vond ik jammer. Want dat was eigenlijk de enige kerstkaars zowat die er was. En deze. Dus deze ging ik ook even ruiken. En die vond ik op zich wel prima. Maar niet heel boeiend. Ik zag nog een Yankee Candle. Maar qua kaarsen viel het echt heel erg tegen. Want dit was het enige wat ik vond kerstgerelateerd. Nou, en ik zag dus wat Prada boeken en van die koffietafelboeken. Heel erg vet. Ook van Yves Saint Laurent. Zoals deze met een roze kaft. Ik zag dit ook boomerspel. Dit is zo'n leuk spel. Mocht je het nog niet kennen, zoek het even op. Nou, en ik zag Shit Happens. En dit is ook super leuk. Wij hebben dit ook al thuis. Maar dit is echt leuk om ook met oud en nieuw te doen. Maar de spelletjes bij TK Maxx moet je ook altijd even kijken. Want dat zijn ook vaak andere spelletjes dan anders. Ik zag deze handverwarmer. Super handig. En dit voor 9 euro. Nou, en ik zag allemaal Jane Austen boeken. Ik heb het even hier naast elkaar gezet voor de video. Maar ik wilde het echt zo graag allemaal meenemen. Versace. Nou, en gewoon even bij de boeken kijken bij TK Maxx. Want die zijn ook vaak anders dan anders. En ik vind het leuk om hier tussen te snuffelen. Ik lees elke avond. Dus ja, boeken heb ik altijd nodig in mijn leven. Ik vond deze er trouwens ook super mooi uitzien. Then you know it's Christmas with us.
snow starts to fall, then you know it's Christmas for the children above all. Then you know it's Christmas, 'cause Santa's on his way. We'll stand under the mistletoe. Oké, ik ben dus terug en nou ja, zoals je al op de thumbnail kon zien. Oh, de kerstboom. Het is veel. Het is veel, het is groot. Ik heb denk ik nog nooit zoveel geshopt bij de TK Maxx. En het is ook allemaal kerst. Dus laten we snel beginnen. Ja, het allereerste wat ik heb gehaald, dat moet ik gewoon gelijk laten zien. Ik heb hem! Oh mijn god, ik zag deze de hele tijd op TikTok. En als je deze vindt, dan lucky you. Want dit is echt een moeilijke om te krijgen. Ik ben hier zo blij mee. Het is een gingerbread kussen. En zelf, ja, ik vind hem geweldig. Maar ik dacht nog van, oké, ik ben natuurlijk niet echt van het rode. Meer van het beige en de neutrale kerstkleuren. Je kan bij wijze van spreken nog deze knoopjes eraf halen en er beige of witte knoopjes op doen. Maar dit is geweldig. Hij is onwijs zacht. Echt zo'n teddystofje. Er zit een leuk jute labeltje aan. En dit is nog wel een leuk verhaal. Want deze lag verstopt onder de kussens. Dus je had, of knuffels. Je had allemaal kerstknuffels liggen en je had ook gewoon een kussenafdeling. Bij de kussenafdeling lag die niet. Maar ik zat gewoon even bij de knuffels te kijken en vraag me niet waarom, want ik kijk eigenlijk nooit bij knuffels. Maar deze lag er echt onder verstopt. Dus ik denk dat iemand deze heeft verstopt. Sorry, want ik heb hem dus gevonden en meegenomen, maar ik ben hier zo blij mee. En deze ga ik gelijk in mijn kamer neerleggen. Hoe schattig. Oh, je kan dus eigenlijk precies niet zien hoe duur alles was. Alleen in totaal zie je op de bon. Volgens mij was deze kussen 17 euro. Oké, het volgende item is deze zeepomp. En dit is ook echt een hele zware. Het is van steen. Een zwarte dop. Maar deze zeep. De pomp überhaupt is al zo mooi. Ik vind het echt heel erg mooi. Het is dus een witte zeepomp zoals je kan zien. Maar het heeft dus gouden. Ja, dit zit ook echt in. Dus het is geen opdruk. Het zit ook echt erin, zeg maar. Maar zo'n huisje met kerstbomen, sneeuwvlokken en lees de geur. Deze zeep ruikt naar winter vanilla en snowdrops. En ik kan je vertellen, dit is echt om op te eten. Zo lekker, echt zo'n kerstgeur. Dus ik ben hier onwijs blij mee. We gaan bijna uit huis. Sandra en ik zijn aan het kijken naar huizen. En ik kan gewoon niet wachten. Onze eerste kerst volgend jaar, waarschijnlijk is dit de laatste kerst zo thuis. Maar om de eerste kerst samen deze kerstzeepomp te gebruiken en deze zeep en oh mijn god, ja. De adviesprijs was 35 euro. Ik heb uiteindelijk 9 euro voor deze zeeppomp betaald. Met zeep kan ik altijd hervullen. Goed, het volgende item zijn snowboots. Althans, ik denk dat het snowboots zijn. Ik ga ze wel daarvoor gebruiken in ieder geval. Ze zijn van Tamaris en beige. En ik vind ze echt heel erg gaaf. Een meisje had dit aan. Toen dacht ik, oh wat zijn die gaaf. En ja, ik ga dus nog naar Lapland met mijn vader. En dan, ik heb geen snowboots. Ik heb dat niet. En toen zag ik deze en toen dacht ik, dit kan ik dan aandoen. En niet alleen voor Lapland, maar ook gewoon voor thuis als er hier weer sneeuw komt. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Dit is ook echt zo'n snowboots stofje. De binnenkant is helemaal van zo'n donsje. Dus super zacht en warm. In een maatje 39. En ze waren 80 euro en ik heb ze gekocht voor 40 euro. Het volgende item kon ik niet laten. Ik heb dit al voor de herfst, maar dan met pompoenen. Maar nu voor de kerst, namelijk gingerbread, een zout en peper set. Dit is toch schattig. Ja, ik vind het heel leuk. Deze kostte 6 euro en dan heb je er dus 2. En gingerbread is natuurlijk helemaal een trend nu, op dit moment, tijdens kerst. Maar ik heb het altijd al geweldig gevonden, dus ik ben hier echt heel blij mee. Dit is zo schattig om later in je keuken neer te zetten als je van die mooie houten planken hebt. Deze is er zo op. Dan is het eigenlijk al decoratie, maar ook nog praktisch. Ik mocht van mezelf eigenlijk geen mokken meer halen, maar ik heb er nog echt ingehaald. Want ik heb er 1 gehad en vorig jaar volgens mij 5. Dus dat is nog te overzien. Maar ik vind deze zo leuk. Dit is dus waar je hem aan vasthoudt. Zo'n kerstboompje en hij is dus groen. Best wel subtiel. Het volgende item is dit. En dit kon ik ook niet laten liggen. Dit zijn van die siropen die je door je koffie kan doen. Door je chocomel. Je hebt er 1, 2, 3, 4, 5. En het was 7 euro. Dus prima.
Het ziet er gewoon leuk uit om te geven als cadeautje. Maar het is een cadeautje voor mezelf. Ik ga het zelf gebruiken. De smaakjes die erin zitten is karamel, marshmallow, peppermint, gingerbread en hazelnoot. Goed, dan heb ik nog een kussen gehaald. Ik vind deze zo mooi. Je vindt gewoon niet zo snel neutrale kussens die seizoensgebonden zijn. En deze kan voor de winter, maar deze kan ook echt heel goed voor de herfst. En ja, ik ga deze daar sowieso voor gebruiken. Die komt dan zo voor de master bedroom, het bed zo. Als je hele grote kussens er zo achter hebt. Ik hou ervan om kussens te stapelen. En dan deze helemaal vooraan. Nou, dit is dus zo'n lange kussen. Maar zoals je kan zien heeft het dus een opdruk. En dat is geborduurd met gouden glitterstiksels. Nou, en dat zijn dennenappels en dennentakken. Dus ik ben hier onwijs blij mee. Ik vind deze zo mooi. Je kan er ook afhalen en dan kun je gewoon een andere sloper omdoen. Dit komt van Tahari Home. Ik ken het zelf niet. Maar deze was 25 euro. Oké, dan kom ik alweer aan bij het ene laatste item. En je mag me niet uitlachen, maar ik vind dit gewoon zo leuk. Elk jaar weer met kerst bak ik van alles. Cupcakes, muffins, koekjes. Ik kook. Ik doe zeg maar van alles. Maar dat doe ik ook altijd op kerstavond, zeg maar die middag. Dus kerstmiddag. Ja, en toen zag ik dit, toen dacht ik ja, hiermee maak ik het helemaal af. Het is een schort en hij is geweldig. Kijk nou, je hebt hier dus een vak waar je je dingen in kan doen. Maar het is dus neutraal, dus echt van dat linnen stofje. Zo'n beige kleurtje met rode details. Dus ik zie mezelf dit jaar al helemaal bakken en dan met kerstmiddag dus deze aan. Kerstmuziek op, chocomel met die marshmallow siroop. Kerstmok erbij, ja. Geweldig. Maar elk jaar ga ik deze gewoon weer met kerstmiddag aandoen. Terwijl ik ga bakken of koken. Dit wordt gewoon mijn kerstschort. Deze was 8 euro. En het is van dit merkje. Dan iets wat niet kerstgerelateerd is. Maar ik vond dit er interessant uitzien. Het is namelijk voor je huid een collageen honey honing serum. Deze was 9 euro. Maar dit is echt een flinke pot. En dan komen we bij het allerlaatste item. En dit is misschien wel... Nee, niet een van mijn favorieten. Ja, alles is favoriet. Maakt ook niet uit. Oh, dit is zo schattig. Dit is een potje. Of een voorraadpotje. Met een bruine deksel. En dan een gingerbread erop. Sugar and spice. Dit is geweldig. Ook weer op je houten planken laten in de keuken. Deze zo op. Suiker erin. Of whatever meel erin. Wat je ook wil. Of gewoon voor de sier. Maar ik zou er zelf ook wel echt wat in doen. Deze was 7 euro. Kijk nou. Dit is toch geweldig. Dat is alles wat ik heb gehaald bij de TK Maxx. Ik ben er onwijs blij mee. Echt de beste shopsessie misschien wel tot nu toe. Dus ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Laat zeker weten wat jouw favoriete item is van deze video. Ik ben heel erg benieuwd. En laat ook zeker weten of jij altijd bij de kerst met kerst gaat shoppen bij TK Maxx. Grote tip, want je hebt daar echt veel kerstcadeautjes ook. Gewoon voor familie, vrienden. Zoals je weet, het is een groot warenhuis. Dus je moet goed zoeken. Van alles is maar 1 of 2 op voorraad. Weg is weg. Dus als je iets leuk vindt, neem het gelijk mee, want het komt niet meer terug. Dus dat is mijn tip. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video weer. Doei doei!